Zo, we staan op Immers Fashion in gesprek met Jérôme Oorlemans van Marlies Dekkers. Goedendag. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd waar je het vandaag allemaal over gaat hebben. Ja, dat kan me voorstellen, maar dan moet je zo meteen even bij die presentatie komen. Maar je wil waarschijnlijk een tipje van de sluier hebben. Als het zou kunnen. Ja, nou dat kan. Ik ga het hebben over de digitale transformatie die we hebben gedaan bij Marlies Dekkers. En je moet je voorstellen dat Marlies Dekkers heeft een restart gemaakt in 2014. Mm-hmm. En met de doorstart wilden ze graag meer online gaan doen. En vanaf dat moment ben ik daar binnengekomen om dat stuk op te zetten. En we deden toen de tijd ongeveer 3% van onze omzet online. En we zitten nu dik boven de 50%. Kijk eens aan, dus de meerderheid is nu online. Ja. En hoe heb je dat aangepakt? Hoe begin je eigenlijk met zo'n soort digitale transformatie? Nou ja, in eerste instantie probeerden we de business te laten groeien op de bestaande platforms. Maar dat lukte helaas niet. Dus binnen 2 weken trokken we het toenmalige platform omver. Doordat we te veel verkeer eroverheen stuurden. En zijn we eigenlijk versneld begonnen met het vervangen van allerlei systemen. En het neerzetten van een nieuw team. Dus je begint eigenlijk met een nieuw team. En wat voor skills heb je dan nodig om een nieuw platform te lanceren? Ja, in eerste instantie mensen om het platform te bouwen. En online marketeers om je marketing op gang te krijgen. Ja. Ja. Wat zijn jullie kernwaarden van de marketing? Hoe ga je de interactie aan met je consumenten? Kernwaarden, wat bedoel je daar precies mee? Ja, wat vinden jullie als Marlies Dekkers belangrijk? Gaat het om kwaliteit? Gaat het om prijs? Gaat het om snelheid? Wat zijn voor jullie belangrijke waarden? Ja. Nou, waar Marlies voor staat is het bieden van zelfvertrouwen aan vrouwen. Mm-hmm. En wij denken met de producten die wij bieden, die een waanzinnige look hebben, maar ook een waanzinnige fit, dat je daarmee met meer vertrouwen in het leven staat. Dus kwaliteit staat bij ons bovenaan. Ja. Dat is een hele mooie missie, kwaliteit en zelfvertrouwen. En prachtig wat jullie dan hebben neergezet. En als je kijkt naar de toekomst, wat zijn jullie plannen qua uitbreiding? Ja, we zijn ondertussen beschikbaar in 35 landen en we hebben onze CRM op orde gekregen. En nu is het tijd om gas te geven en verder te groeien in het buitenland. Ja. Ga je focussen op de huidige landen of ga je dat nog verder uitbreiden? Nee, we gaan focussen op de huidige landen en dan met name Duitsland en de Verenigde Staten. Ja, ik kan me voorstellen dat focus belangrijk is, inderdaad. En wat is een beetje de grootste tegenslag die je hebt gehad de afgelopen jaren? En hoe ben je daarmee omgegaan in deze transformatie? Oef, nou, daar zijn er wel een paar voorbij gekomen. Weet je. Als je kijkt naar het begin was het met name de oude platform wat niet performde. En we die dus versneld hebben vervangen. En wat je ook zag gaandeweg is dat er ook een culturele verandering nodig was binnen de organisatie. Van offline naar online. Wat meer naar testen. Dingen uitproberen, kijken of het resultaat oplevert. Als het werkt, er wordt het meer op investeren. Dat soort zaken. Dus een cultuur creëren waar je naar sneller geëxperimenteerd wordt en sneller aangepast. Exact. Zou je een voorbeeld kunnen geven van een experiment wat jullie hebben gerund waar je wat bleek te werken achteraf? Zeker. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan onze welkomstmail. Mm-hmm. Dus in het verleden, als je jezelf inschreef op onze nieuwsbrief, kreeg je eigenlijk gelijk alle campagne-mails toegestuurd. Ja. En waar we achter zijn gekomen, door middel van een test, mm-hmm. is dat op het moment dat wij eerst een mail versturen met onze brandwaarde daarin duidelijk weergegeven, dat de vervolgmails beter renderen. Ah, dus het gaat eerst om dat vertrouwen creëren en band creëren voordat je campagnes begint. Ja. Exact. Heel interessant. En misschien nog één experiment op het gebied van campagnes. Wat heb je daar geprobeerd? Wat bleek te werken? Zeker. Een van de dingen die we hebben uitgeprobeerd is. We waren van mening dat CRM voor ons belangrijk was. We hebben een hele loyale fanbase. Dus niet eens een klantenbase, maar daadwerkelijk echte fans. En die wil je ook op een persoonlijkere manier benaderen. Dus een van de dingen die we hebben uitgeprobeerd is of bijvoorbeeld er een collectievoorkeur is. Mm-hmm. We hebben verschillende type collecties. En wat we hebben gedaan is de newsletter eerst beginnen met een collectie die klaarblijkelijk een voorkeur heeft bij onze fan. En vervolgens zag je daadwerkelijk een hoger rendement. Ja, dus meer personaliseren van de collecties eigenlijk afhankelijk van de interesse. Exact. Ja. En het mooie daarvan is dat het aan de ene kant op korte termijn meer opleverde. Maar ook de loyaliteit uiteindelijk vergroten. De fans die voelen zich meer gewaardeerd en krijgen meer gepersonaliseerde aandacht.
En er zijn natuurlijk meerdere bedrijven die de shift van offline naar online willen maken. Ja. Kan je een soort tip delen aan dit soort bedrijven op basis van je eigen ervaring? Eén tip of meerdere? Mag ook een aantal tips zijn hoor. Nou, sowieso is het belangrijk dat de keuze voor online een strategische keuze is. Omdat er geheid dingen missen gaan in de aanloop daarnaartoe. Ja, de cultuur moet er wel zijn om te experimenteren, fouten mogen maken en dingen uit te proberen. Ja. Ja, heel duidelijk, dus het moet echt een strategische keuze zijn en een cultuur van experimenten. Yes. Dankjewel Jeroen van Marlies Dekkers. Dankjewel.